We zijn de laatste keer, of we hebben de laatste keer opgetreden in 2016, maar wij houden natuurlijk wel contact om verschillende redenen, omdat we hebben ook nog een hele backcatalog die eind van dit jaar wordt heruitgebracht. Dus ook als we niet optreden, zijn we nog altijd een groep. Ja, dat is fijn om te horen. Jullie spelen als headliner vanavond. Wat mogen de mensen verwachten? Wel, wij gaan een soort best-of van onze muziek uit de jaren 80 spelen. Ook een beetje op vraag van de organisatie. Want we hebben uiteraard nog een hele hoop nieuwe dingen gemaakt in deze eeuw. Dus na 2000. Maar daar gaan we maar één nummer van spelen. Dus wat de mensen vanavond te horen zullen krijgen, is de nummers waarmee we bekend zijn geworden in de jaren 80. En daarna sluit Aroma di Amore volledig af? En daarna sluit Aroma di Amore na 40 jaar volledig af, ja. Maar dan, je bent ook net op pensioen. Je deed al heel wat muziek. Komt er nu nog meer tijd voor muziek? Zeker en vast, ja. Ja. Dus ik ben sowieso ook nog heel veel met soul bezig. Daar komt ook in het najaar nog een nieuwe plaat, samen met Butzenseller. En dan ben ik ook nog een ander project gestart, Het Kruim. Daar is onlangs een nieuwe single van verschenen. En daar gaan we op het einde van de zomer ook nog mee optreden. Dus Fred Angst blijft bestaan. Zeker. En wij wensen jullie heel veel plezier op podium straks. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.